2, 1, starten! Nou, succes! Fanatieke spelers, een bord met gekleurde pionnen en een dobbelsteen. Dat waren zaterdag de ingrediënten van een heel bijzonder nationaal kampioenschap. Het is een Nederlands kampioenschap, men zegt je niet, in Emmeloord, in het Voorhuis. En niet voor de eerste keer? Nee, zeker niet. Het is de 43ste keer dat wij het organiseren als Emmeloord zijn. Samen met de droogbieren, samen met die koninklijke Jumbo. Ergert zich iemand al of niet? Ja. Jij denk ik wel. Ja. Het MK trok bijna 250 deelnemers. Ze kwamen van heinde en verre naar Emmeloord. Ja, dat is ongelooflijk. Het is heel bizar hoe je mensen uit zowel Delfzijl weg ziet komen als uit Hoek van Holland. En ook uit de Hoek in Zeeland. Dus het is geweldig. Al die deelnemers, jong en oud, streden om een hoofdprijs van €400. Maar vooral om de felbegeerde wisselpion. Heel erg spannend. Ik ben heel zenuwachtig. Zit dat te shaken? Tot 4 uur. Ja, ik ben compleet van mening dat iedereen die hier zit, heeft gewoon dom geluk. Ja, heb ik ook namelijk. Wow. Geluk of niet, na de voorronde en de halve finale kreeg het NK van dit jaar een opvallende finalist. Ja, dat klopt. Dat is Bob Herbouw, de winnaar van de vorige editie. Die is onder andere uit Hoek uit Zeeland helemaal deze kant op gekomen. En die zit wederom in de finale. Dus die maakt weer kans om te winnen. Ja, blijkbaar zit er toch een soort van tactiek achter. Ik heb hem zelf nooit kunnen vinden, maar hij weet het toch te schoppen tot 2 keer in de finale. Fel aangemoedigd streden de 4 finalisten om de hoogste eer. En wie won uiteindelijk? Inderdaad, weer Bob Herbouw. Wat was zijn geheime tactiek? Zeeland, de gewone, nuchtere Zeeuwse. In Zeeland ergeren jullie je niet? Nooit. Altijd prijs.